eens naar de andere kant van de oceaan. Want daar ligt Amerika met zijn Verenigde Staten. En in een van die Verenigde Staten ligt Los Angeles. En in Los Angeles is op dit moment de E3-beurs bezig. De grootste gamingbeurs ter wereld. En daar valt elk jaar wat nieuws te rapen. We gaan live naar onze correspondent ter plaatse. En dat is Jeroen van de Wielen. Jeroen, goeie avond voor ons. Goedemiddag voor jou. Inderdaad. Jij bent daar voor Eurogamer.be. Jullie volgen daar alles wat er op die E3-beurs te rapen valt. Hoe is het daar, Jeroen? Het is hier warm, 24 graden. Dat is beter dan jullie, Tom. Zeg, en op zo'n beurs loopt dat daar dan schoon, vol met allemaal geeks? Of zijn er ook schoonvrouwen en schoonventen te zien? En een beetje ontspanning of zo? Of is het al games en computers? Het is alleen maar games en computers. Er lopen wel echt schone vrouwen tussen de standjes door. Vooral om aandacht te trekken. In dunne en dikke formaten. Allee, vooruit, dat werkt bij Game & Geeks. Na de games dan. Het grootste nieuws dat ik al heb gehoord is dat er een volledig nieuwe console is voorgesteld door Nintendo op de E3-beurs. Ja, klopt. De Wii U. Dus eigenlijk de opvolger van de Wii-console. Vroeger was het gewoon Wii en nu is het Wii U. En wat is daar anders aan dan de oude? Wat is er anders? Wel, de controller. De bediening van de console heeft een touchscreen. Dus je hebt continu het scherm tussen je poten zitten, waarop je kan gamen. Dus je gamet ofwel op de televisie, ofwel op je touchscreen, ofwel alle twee. Straf. Oké, benieuwd hoe dat gaat werken. En dat is een technologie die eigenlijk niet alleen bij die nieuwe Wii te zien is, maar bijvoorbeeld ook Xbox, die hebben aangekondigd dat je binnenkort je smartphone kan gebruiken als controller. Klopt dat? Ja, klopt. Ze hebben duidelijk de boter gehaald aan Nintendo, PlayStation ook trouwens. Microsoft komt met een applicatie die je kan installeren op eender welke tablet of smartphone. En die applicatie communiceert met je Xbox. En dan kan je eigenlijk min of meer hetzelfde doen als bij de Wii U. Ja. En je kan ook je Xbox bedienen met je tablet of smartphone. Dat is en dan PlayStation doet eigenlijk net hetzelfde, want ze hebben al de PlayStation Vita. Mm-hmm. En die valt connecteren met de PlayStation 3. Dus dit is concurrentie. Ja, heel straf. Zeggen over PlayStation gesproken, daar is dan weer heel veel te doen rond een hele hoop mooie nieuwe games, maar vooral ook rond Wonderboeken, zo'n interactief boek waar ook J.K. Rowling aan meegewerkt heeft, hè? Ja, klopt. De schrijfster van Harry Potter. Ze hebben een boek dat je gebruikt, een papieren boek, dat je gebruikt in combinatie met de PlayStation Eye, dat is je kleine webcam die je kan kopen met de PlayStation. En je ziet jezelf eigenlijk op televisie je boek lezen, maar je springt vooral uit het boek. Komt vuur uit je boek. En je moet eigenlijk interactief meespelen met alles wat uit je boek komt op televisie. Ja, er komt vuur uit je boek, dat zou ze met al die leerstof moeten doen waar iedereen nu over gebogen zit. Zeg Jeroen, laatste vraag. Wat is nu, als jij daar zo rondloopt op de E3-beurs, tot nu toe de game waar jij als gamer naar uitkijkt voor de komende maanden? Goh, dat hangt heel erg af van wat je thuis hebt staan, wat console je hebt staan. Het is een beetje het jaar van de opvolgers. Er is helaas geen nieuwe Xbox, helaas geen nieuwe PlayStation dit jaar. Dat is voor volgend jaar. Ja. Dus we krijgen heel veel nieuwe games die volgen op oude games. Dus er is een nieuwe Call of Duty, er is een nieuwe Medal of Honor, er is een nieuwe Need for Speed, er is een nieuwe Halo. Dus een beetje het jaar van de sequels. Ja, ik hoor nieuwe en dat is voor ons al meer dan goed genoeg. Jeroen van de Wielen van Eurogamer.be, merci. En als je het allemaal eens op een rijtje wil staan, zien staan en ook veel meer, kan je ook het verslag van de mannen die hierin zitten, onder andere van Jan Bart de Mul, nalezen op mm.be.